ja, duidelijk teleurgestelde spelers en coaches van het Nederlands team en blije Italianen. En naast me het geweten van het Nederlandse honkbal, de technisch directeur van de Hongerbond, Robert Eenhoorn. Zeg het maar, Nederland verliest Italië terecht kampioen? Dat denk ik wel. Als je over de hele week kijkt, we verliezen natuurlijk eerder een wedstrijdje van Tsjechië. Dat heeft toch een beetje een knauw gegeven, denk ik, toch aan het zelfvertrouwen. Italië heeft geen wedstrijd verloren, we hebben er 3 verloren. Ja, dan denk ik dat je terecht de winnaar hier op het EK hebt. Kijk eens kritisch naar het Nederlands team. Waar is het fout gegaan? Nou, ik denk dat de werpers het over het hele toernooi, misschien vandaag, maar prima gedaan hebben. Die hebben ervoor gezorgd dat we in de finale kwamen. Aanvallend hebben we best wel aardig gespeeld, maar dan tegen de mindere landen. De betere landen, ja, toch moeilijk met aanpassingen maken. Moeilijk scoren. Ja, goed. En die aanpassingen moet je wel maken tegen dit soort landen. En vandaag, ja, heb ik ook wel wat slordigheden gezien die ik normaal niet zie. Ja, daar kom je niet mee weg tegen Italië. En dan zijn wij Nederlanders en dan willen wij schuldigen en verwijten maken. Ja. Dus oftewel, verwijt je het bondscoach Brian Farley? Nee, maar goed, kijk, weet je, dat doe je met alle toernooien. Je kijkt gewoon even rustig wat er precies gebeurd is. Natuurlijk heb ik dingen gezien, die zal hij ongetwijfeld ook gezien hebben. Maar het is niet nu de plek om dat hier uit te gaan zitten leggen. Kijk eens kritisch naar het hele toernooi. Ben je tevreden over het verloop van het Europees kampioenschap honkbal in Nederland? Nou, toch ook wel een tikketje teleurgesteld op het PR, de pers die erop afkwam in zijn totaliteit. Of ook wel wedstrijden gezien waar het wat leger was dan dat ik gehoopt had. Alhoewel vandaag een fantastische honkbalsfeer was. En ja, met een iets leukere wedstrijd denk ik dat je van een mooie afsluiting van het toernooi had kunnen spreken. Alleen ja, goed, de wedstrijd was er niet naar. We keken al snel tegen een wat grotere uitslag aan. Ja, dan is het ook lastig om publiek erin te houden. En alhoewel ik moet zeggen dat men netjes is blijven zitten en wel geprobeerd heeft. Dus daar heeft het niet aan gelegen vandaag. De wereldkampioen wordt geen Europees kampioen. Toch tot slot jouw hoogtepunt van 10 dagen honkbal in Rotterdam, Haarlem en Utrecht? Ja, nou goed, mensen die mij kennen vind ik een beetje moeilijk om een hoogtepunt te benoemen als je net de finale hebt gewonnen. Uiteindelijk speel je deze... Verloren. Uiteindelijk speel je dit soort toernooien om te winnen. Dus nou ja, hoogtepunt. Opmerkelijk was natuurlijk wel de cycle van Kalian Sams. En honkslag, twee honkslag, drie honkslag en een homerun. Ja, dat zie je niet zo snel gebeuren, nergens, op welk niveau dan ook. Nou, dat was dan een klein hoogtepuntje. Maar voor de rest denk ik dat de teleurstelling toch overheerst na het verlies van vandaag.